Het afnemen van de wangslijm is een relatief eenvoudige opgave. Je gaat met een staafje langs de binnenkant van je wang en bergt het resultaat vervolgens zorgvuldig op. We zijn teruggegaan in de stamboomonderzoek tot 1754. En toen hadden we hier familie in Oldenzaal. Mijn opa woonde ook in Oldenzaal hier, binnen de stadsmuren. En die is in 1888 geboren. Dus dit is natuurlijk al een tijdje langer geleden, maar ik denk in die tijd dat ze toch wel een beetje op de plek bleven waar ze waren. Ik vind het spannend, hè, zie ik. Ja, ik vind het wel spannend, ja. Rondom de basiliek in het Oldenzaalse stadshart liggen tienduizenden mensen begraven. De gemeente hoopt door het DNA-onderzoek van vandaag het historisch besef onder de burgers te vergroten. Nou, dat is belangrijk om na te kunnen gaan van hoe heeft de bevolking zich de afgelopen eeuwen ontwikkeld. Zijn daar bepaalde ziektepatronen te herkennen? Zijn daar afstammingslijnen? Worden die duidelijk? Want toen werd er nog geen bevolkingsregister bijgehouden. Dus je kunt dan nagaan van hoe ver gaat dat terug in de historie. Hè? Dat mensen die nu leven, dat die hun voorouders op die manier nog kunnen nagaan wie dat zijn. Valt reuze mee, stelt niks voor. Waarom doet u mee eigenlijk? Omdat mijn familie al eeuwen in Oldenzaal woont. En dit is een onderzoek wat maar één keer plaatsvindt. Dus ja, daar kun je bij zijn of daar kun je niet bij zijn. Dus vandaar, dit is een unieke kans. En ik heb een grote kans dus dat het wel zo is dat mijn voorvader hier liggen. Want ze hebben nog geen 100 meter van de grote Prochelmis gewoond. Dus wat dat betreft zijn ze hier waarschijnlijk wel begraven. U bent op en top een boeskool? Ik ben een boeskool, ja. Als je dan nagaat dat er tussen de 30.000 en 50.000 skeletten hier begraven liggen. En dat er nu 130 mensen wangslijm afstaan, ja, dan is dat ook een kwestie van kansberekening. Hoe groot is de kans dat daar een match wordt gevonden? Waarom alleen bij mannen? Omdat bij mannen het zogenaamde Y-chromosoom alleen maar aanwezig is. En dat valt terug te herleiden in de skeletten. En voor vrouwen geldt dat niet. De eerste resultaten van het onderzoek worden pas in 2015 verwacht.